Welkom bij de 22.4 Biocast over eiwitproblematiek. Er zitten dus ook wat lastige kanten aan eiwitten. Hier hebben we een virus en die heeft aan de buitenkant eiwitten zitten. En met die eiwitten herkent hij zijn gastheercellen. En als je, zoals in het boek staat, dat onderzoek wil gaan doen aan die eiwitten, dan wil je de DNA-volgorde weten. Die weet je dan en dan heb je DNA nodig. Dat kun je tegenwoordig gewoon kunstmatig maken en bestellen. Dan worden de juiste basisvolgorde aan elkaar geregen. Maar goed, dan wil je nog meer van dat soort DNA hebben. En daarvoor gebruik je de Polymerase Chain Reaction, PCR. Dit is een apparaat wat dat kan. Je gebruikt daar hele kleine vaatjes voor, appjes. Als je daarmee werkt, heb je natuurlijk ook handschoenen aan, want je moet zorgen dat er geen vreemd DNA bij komt in dat buisje. En je werkt met dit soort micropipetten. En het tipje wat je eronder ziet, dat gebruik je elke keer weer een nieuwe voor. Wegwerptipjes, net als die appjes. Hier zie je wat er gebeurt bij een polymerase chain reaction. Je hebt een klein stukje DNA en dat ga je verhitten. Dat verhit je 20 seconden tot 95 graden Celsius. En dan laten de waterstofbruggen los. Dan koel je het weer af naar zo'n 50 graden Celsius. Dan kan er een RNA-primer hechten. Daarna verhit je het weer naar 72 graden. En dat duurt een minuut of 5. En in die 5 minuten wordt er door een speciale polymerase wordt de keten verlengd. En het moet een speciale polymerase zijn, want die moet bij die 72 graden Celsius nog werken. De polymerase die je zelf in je cellen hebt, die is dan al gedenatureerd. Dus het is een speciale polymerase die komt uit bacteriën die je bij die heetwaterbronnen vindt. Na 5 minuten en 20 seconden voor de denatureren en 20 seconden voor het hechten, dus een minuut of 6 later, kun je al met de volgende cyclus beginnen. Na de eerste heb je 2 van die stukken, dan 4 en dan 8 en zo verdubbelt dat steeds. Zo kun je in een hele korte tijd heel veel strengetjes DNA krijgen. De polymerase chain reaction. Een griep, een virus. En virussen maken behoorlijk wat slachtoffers. De normale griep al gaan heel veel mensen aan dood. Maar soms is er een griepvirus die net gemuteerd is, waardoor je cellen er minder goed raad mee weten. En dit is bijvoorbeeld de Spaanse griep, 1918-1919. En je ziet de aantallen mensen die bij zo'n pandemie omgekomen zijn. En gigantisch veel zieken. En hoe verandert zo'n virus nou? Dat kan natuurlijk te maken hebben met kopieerfouten. Maar het kan ook zijn dat er een virus van pluimvee terechtkomt bij mensen. Dat komt het vaakste voor als mensen in direct contact leven met pluimvee. Zoals dat in Azië bijvoorbeeld vaak gebeurt. Bij ons in Nederland is dat gevaar wat minder groot. Maar wij hebben een ander soort gevaar. We hebben natuurlijk heel veel dieren. En wanneer zo'n varken nou in aanraking komt met een vogelvirus en tegelijkertijd met een menselijk virus, dan kunnen die virussen erfelijk materiaal uitwisselen. En je krijgt dan een virus met de kenmerken van beide. En zo kun je een zoonose krijgen. Dus een ziekte van dieren die overgaat op mensen. Een ander eiwit wat een probleem kan geven, is dit eiwit. En je ziet, die bestaat uit een aantal alfa-helices. Maar zo'n eiwit kan zich ook op een andere manier vouwen. En je ziet hier niet zoveel van die alfa-helices, maar je ziet daar beta-platen. En het vervelende bij zo'n virus, zoals hier op zo'n prion, is dat hij ook andere eiwitten in zijn buurt aanzet om ook die vorm aan te nemen. En dat is wat er aan de hand is bij de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. En hele grote gedeelten van de hersenen veranderen van vorm. En je ziet dat hier in je boek, zie je daar nog een microscopische foto van. Maar je ziet de vorm van de hersenen veranderen. En dat is bij koeien de gekke koeienziekte. Scrapie bij schapen.
en Kroonsfeld-Jacob bij mensen. Prionen, verkeerd gevouwen eiwitbitten. En dat was hem dan weer, de biocast van 22.4. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.